Hoi, ik wil je laten zien hoe, als je een game hebt gemaakt in processing, hoe je die dan op GitHub zet. En je wilt je game op GitHub zetten omdat je bijvoorbeeld internet hebt en je wilt geen USB-stick de hele tijd meenemen. En je wilt je code ergens op een website kunnen zetten. Dat ga ik nu laten zien. Nou, ik heb iets simpels gemaakt in processing. Een heel mooi programma. Ik heb hem nog niet gesaved, dat ga ik zo doen. Dus ik ga hem nu saven. En hij staat in een Richel sketchbook en ik noem hem keimooi. Want het is een keimooi programma. Ik moet wel onthouden waar ik hem heb staan. Hij staat in de map Richel, dat is de gebruiker. Sketchbook is daar een folder van en daar komt nu een folder keimooi. Mooi, hij is nu gesaved. Maar hij is nog lang niet op de GitHub. Ik moet een GitHub website maken. Dat ga ik nu doen. Ik ben hier op GitHub en ik ben ingelogd. Daarom staat mijn hoofd hier, daarom staan hier allemaal dingen. Als ik een GitHub website wil maken voor mijn game, klik ik op het plusje en ik klik op nieuw repository. Dit betekent maak een nieuwe website. Ik klik erop en de naam die ga ik ook keimooi noemen. De omschrijving is dit is een kei mooi processing programma. Public, die hou ik aan. En hierop klikken krijg je een readme, is ook handig. Doe dat. Over de rest ga ik het niet hebben. Create repository en onze website is er. Hoppa, hier speelt bij kei mooi. Dus dit is hem. Maar we hebben onze game nog helemaal niet op de website staan of wat dan ook. Wat we gaan doen, we gaan eerst deze website op onze eigen computer krijgen. Je kunt hier de URL copy-pasten en dan gaan we naar de command line. Ik ga het weghalen naar de command line. Git clone, keimooi. Nu hebben we een folder gemaakt, keimooi. We gaan in de folder keimooi. We kijken wat er is. Er is nog niks te doen. Alleen maar readme staat er. Dat klopt, want onze code die staat op een andere plek. Nou, laten we naar het sketchbook gaan waar onze code staat. Sketchbook, keimooi, daar staat onze code. Nou, die code die neem ik mee. Ik kopieer hem. En ik ga naar de git map van keimooi. En heb ik de code erin gekopieerd. Als ik nu weer in de terminal kijk, dan zie ik inderdaad dat die er hier nu staat. Met git status kan ik zien dat git ziet dat er iets nieuws is. Mooi, dan gaan we dit bestand toevoegen. Kei mooi code toegevoegd. Ja, ik moet gewoon kei mooi code voor kei mooi code voor kei mooi toegevoegd. Git push, dan komt het online. Misschien dat jij nu een wachtwoord moet voeren. Dat hoeft er bij mij niet, want ik heb dat anders ingesteld. En als ik op de website nu op refresh druk of op F5, kan allebei, dan zie ik dat hier mijn code staat. Nou, en nu kan ik deze code vanuit processing weer starten als ik wil. Als ik nu naar processing ga, dit is nog de oude plek. Dus ik maak dit leeg, ik save het zelfs. Ik ga nu op de nieuwe plek. Dat is in Richel. Keimooi. Dit is de waar Git ook in zit. Hier staat mijn code. En die kan ik runnen. Ik kan de oude plek ook nu weggooien. Want het staat al online. Mooi. Dat was het eind van deze video. En ik wens je heel veel plezier. Dat je niet meer met USB-sticks rond hoeft te zeulen. Dat je code nooit meer kwijtraakt. Het is allemaal super fijn. Dus ik wens je een hele fijne dag. Houdoe.